foto in de krant. Een klein dood meisje, haar mond half open en haar ogen dicht. Een wipneus en vooruitstekende tanden. Als je het goed bekijkt, geen mooi gezicht. Volgens het onderschrift, dood aangetroffen. In zo'n pension waar niemand kent. Gelieve politie op de bellen. Als u per ongeluk familie bent. Zo'n jaar of 17 geworden. Daar is ze ook voorlopig op geschat. Want uit haar spullen werd geen mens wat wijzer. Behalve dan dat ze haast niks bezat. De kleren die ze droeg, een plastic tasje. Wat klein geld en een nogal vuile spuit. Plus 23 duur betaalde dromen. Herkenbaar aan de prikken in haar huid. En het zal natuurlijk best haar eigen schuld zijn. Ik ben niet zo goed thuis op dat gebied. Want wie aan dat soort dingen gaat beginnen, die vraagt toch om ellende, is het niet. Maar ik moet steeds weer naar die foto kijken en denk. Is er nou niemand die haar mist? Ze had mijn eigen dochter kunnen wezen. Hoe weet ik eigenlijk dat ze het niet is? Thank you.